ben Luc. Een tweetal jaar geleden hebben wij op Vlaanderen Vakantieland een reportage gezien over noordelijk Noorwegen. En op basis daarvan hebben we een reis van een drietal weken gepland. Ik ben Reen en wij staan opnieuw op de boot naar Oslo. Samen met ons hele gezin zijn wij op weg. Dit keer is het samen met Vlaanderen Vakantieland en wij gaan naar Zweden. Ik hoop dat we mooi weer gaan hebben in Zweden. Ik ben Jolien en ik hoop dat we veel wilde dieren gaan zien. Ik ben Dries en ik kijk er heel erg naar uit om te gaan vliegen. Nu varen we door het Oslofjord, maar onze mini-zeecruise begon 20 uur geleden in het Noord-Duitse Kiel. We reden onze auto aan boord en de rest van de dag konden we zonnen, zwemmen, winkelen en lekker eten. We sliepen in een mooie kajuit en nu, net voor we in Oslo aankomen, is er een lekker ontbijtbuffet. In Kiel namen we de boot naar Oslo en nu rijden we nog 5 uur tot aan onze Zweedse blokhut in Lofsdalen. Wat denk je dat het is? Frukost. Frieten? Maar je hebt niet het juiste accent, hè. Ja, papa, zeg het dan eens met het juiste accent. Allee. Frukost is ontbijt. Ja. Yoghurtgebe. Jochtgepen. Aardbeien. Echt? Ja, serieus? Doe je dat? Oké. Mooie rivier, hè? Ja, dat was mooi. Ja. Allemaal. Kijk, mannen. Daar is de grens. En we zijn in Verenigd Koninkrijk. Met de eerste. We komen aan in een van de laatste wildernissen van Europa. In een gebied zo groot als Vlaanderen wonen slechts 10.000 mensen. Oh, dat is een keimooie huis. Kijk, we rijden hier recht op het meer af. Oh, wauw. Super. Dat is keimooi. Onze blokhut aan het meer van Lofsdalen lijkt er al jaren te staan. Maar de Fjodripan-lodges zijn gloednieuw, ecologisch en perfect uitgerust. Wow. Gaan we eens kijken waar we gaan slapen. Er zijn twee bedden. Dat zijn er drie zelfs. Ah ja, drie. Ja, jij zegt gewoon. Oh, dat is supergezellig. Eerst gaan we op ontdekking langs het Lofsgenmeer. Het is 20 kilometer lang en ligt volledig in het groen. We fietsen afwisselend door bossen en langs de oevers van het meer. Ideaal voor een familiefietstocht. Zet u op uw kop, op de stenen. Als je zoals wij niet de volledige 46 kilometer rond het meer wil fietsen, dan kan je je onderweg laten oppikken door een boot. Deze boottocht moet je wel op voorhand boeken, maar zo zien we Lofsdalen vanuit een heel ander perspectief. Zie maar, ga. De overtocht is... Bye! ...luxueus. We zijn daar vertrokken. We zijn heel een stuk zo rond tot Ginder. Dat lijkt niet zo ver, hè? Lofsdalen Centrum is niet meer dan enkele huizen. Maar er is wel een supermarkt, een sportwinkel en een restaurant. Ah, leuk! Kanoën. Ik denk dat het echt wel leuk gaat worden. Kanoën. Jij wilt echt wel proberen van... Op te vallen, zeker? Ja. Het enige moment dat je vaak mensen ziet zwemmen op vlak water, is bij het in- en uitstappen van een boot. Je duwt de boot een end het water in, zodat je bijna los kan komen. Je ziet een soort van middenlijn door de boot lopen, het is niet heel duidelijk. Je zorgt dat je voeten in het midden van die lijn houdt en je handen op de boorden. Pieter woont hier en kent de rivier zeer goed. De Jusenan is rustig en breed, een ideaal traject om met kinderen te varen. We zijn er snel mee weg. Alhoewel... Dat was fout gestuurd. Dus al deze meren zijn eigenlijk door mensen gemaakt.
Maar er is een dam mee gebouwd voor elektriciteit. Daar hebben we al die mooie meren. Maar waarom is dit allemaal gewoon? De rivier was veel smaller en snel stromend. Ja. Dus Houston is een hele belangrijke rivier geweest voor de hele maatschappij, de samenleving hier in Heyerdahlen. Bijna iedereen leefde van de bosbouw. De boomstammen die ze in de winter uit het bos haalden. Verzamelden ze langs beken in het bos in de winter op het ijs. En dan maakten ze dammen. Zodat als de voorjaarstroom kwam, heel veel water opbouwde achter die dam. En als die dam dan brak, dan dreven al die boomstammen met die beek naar de Houston. Wat je hier nu ziet op sommige van die rotsen, waar je die haken ziet, is waar ze al die boomstammen verzamelden en ze tot vlotten bonden. En vanaf hier dreven ze dan verder af naar de zagerijen aan de kust. Waarom wordt de hout eigenlijk gebruikt? Vroeger werd het vooral gebruikt als bouwmateriaal. Want bijna al die dennen hier hele mooie rechte stammen zijn. En omdat hier zo koud is in de winter, groeit het ook heel langzaam. Dus het is relatief hard. Dus het is heel goed bouwmateriaal. Deze is genieten, hè. We maken een tocht van 15 kilometer en het gaat vlotjes. 'S Middags leggen we aan op een eilandje. Ja, dat is goed, denk ik. Mooi, hè, zus? We zien dat we niet de enige zijn die hier komen. Je ziet hier nou van heel groot spoor van een rendier lopen. Oh, kom op. Oh, wauw. Dat zijn rendierkeutels. Is echt? Zo klein? Ja, zo klein! Dat zijn rendierkeutels, ja. Dat is een konijntje. Ah, hier kun je trouwens de keutels van een eland ook zien, te vergelijken. Ah ja, dat is wel groter. Dit zou heel veel in het bos ook vinden. Maar dat is gelijk paardenkeutels dan? Niet helemaal. Deze keutels die we nu pakken, dat zijn keutels van de winter. In de winter eten ze puur boomtoppen van dennen. Ah ja. Dat is alles wat ze eten. Dus alleen hout, de hele winter. Chique papier mâché. Dank je! Hebben wij een handdoek mee? Nee. Pieter leert ons een beetje over leven in de Zweedse wildernis. Met echte houthakkerspannenkoeken. En gegrilde worstjes. Ik heb er wel veel van. Dat zijn veenbessen. Ja, best wel veel. Jezus, is smullen. Sorry, laat je eens koken. Bakken. Ja, hier goed in deze boom kijken. Daar hangt een behoorlijk groot nest in. Dat is een nest van de visarenden. Oh, waar hangen we? Daar is die boom. De derde van links bijna zo. Ah ja, ik zie het. Tot ziens, Dries. Visarenden, wauw. De ongerepte Zweedse meren en rivieren zijn een paradijs voor sportvissers. Ook onze kinderen willen graag eens vliegvissen. Onze Vlaamse buurman kent de kneepjes. Bij vliegvissen gaan we proberen de vissen te overtuigen dat er een vlieg op het water of onder het water bevindt. Hè. Dus ik heb jullie hengels al voorbereid. Er hangt overal een vliegje aan. En je kan eigenlijk gewoon met één hand werpen. Gaat naar achter, tik, naar voren. En dan leg je ze neer. Probeer dat maar eens. Naar voren, naar achter, naar voren en leg ze maar neer. Ja, goed zo. Hè. Zachtjes. Nu zet je iets te veel kracht. Hè. Je kan hem zachtjes laten zakken. En wat je dan doet, hè, om je vliegje te laten bewegen, is de lijn hier aan trekken. Zachtjes. Je zegt zachtjes hier aan trekken. Ik heb erin! Oh, goed zo. Goed je hengel vasthouden. Hè? En dan kan je dit een beetje zachtjes oprollen. Dus, hè. Zie je dat? Hier, daar komt de vis. Ja, 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 ja. Hier. Ja! Hopla. Yes! Woe! Dat dan vooral. Hé, hey, goed gedaan. De initiatie vliegvissen op de kleine vijver aan onze blokhut was een schot in de roos. De kinderen spreken er nog steeds over. Je ziet ze soms komen, hè? Hopla, weer eens. Hè? En lijn gespannen. Jullie hebben een vis. Lijn gespannen houden. Hè? Ja, goed. En dan de lijn onder je wijsvinger en dan kan je langzaam binnen trekken. Ah, oh my god. Omhoog. En dan breng je maar zachtjes naar de kant.
Huh? Wow. Zachtjes naar hier. Jullie, kom aan, kom aan, kom aan. Lekker hard, hè? Ja. En dan is hem net. Hopla. Hupsakee. Welke is het? Nee. Moet eens kijken wat je gevangen hebt. Is dat een schone vis? Kijk, ze pakken zo vast. En dan kunnen die eten. Zo. Braaf visje, braaf visje. Dag. Jakkes. Steven is mede-eigenaar van de Fjellri-panlootjes. Hij kent de streek. S'avonds gaan we elanden spotten. De meeste kans dat we gaan hebben om ze te zien, is in open stukken, open gebieden. Het is een vrij grote dier, ongeveer het formaat van een paard. Zelfs groter, tot een schofthoogte van 2,30 meter. Maar heeft hij dan veel natuurlijke vijanden? Beren, wolven, veel vraat. Dat zullen de voornaamste zijn. Hier zijn veel jonge berken, hier zouden we het... Ja, inderdaad. Is dat een kijkkast? Ah, misschien is het leuk, ja, inderdaad. Hier zat een berenhol. Als je wilt, kunnen we even kijken. Ja, interessant, maar wel. Ja. Dat is van een klein beertje geweest. Hè. Ja. Cute, hè? Winter sneeuwt dat dicht. Hè. Er was een diep pak sneeuw overkomen. En daar was een grote mierenhoop die dan begroot is met bosbessen. Hè. Dus, ja, dat is er een stuk uitgegaan. Dus, die gaan in de winterslaap rond eind oktober en die worden terug wakker half april. Waar is het berenhol? 1, 2, 3. Mannetjes, we gaan helpen kijken, hè. Hier komen we zelfs over een riviertje, de Gleutan. Mm-hmm. Hier zak ik. Wauw. Het is paradijs ook. Daar, rechts voor, op de baan. Ja, ik zie hem ook, Ja, we hebben hem. Ze zijn eigenlijk een beetje nieuwsgierig. Als ze weglopen, dan kan je of fluiten of je kan je geluid nadoen. En dan blijven ze dikwijls wel even staan. Iets vaag. Vaag op voeten. There she is. He's coming. Kan we nog een tweede met zijn? Allee, en nu allemaal oefenen, hè? Ja. Allee, mannen. Ik denk dat ze met een auto vol zitten, als we willen. Wie heeft er honger? Grote honger? Wafeltjes honger? Blauwe bessen, confituur. Kiet. Wat gaan we vandaag even doen? We gaan wandelen vandaag. Naar? De grootste waterval van Zweden. Ik hoop dat we nog een paar renderen kunnen zien. Mm-hmm. Mm. Ja, we hebben er. Wauw, zie je recht voor ons? Kijk. Oh my god. Zo schattig. Oh, die is kijk cute, die kleine. Oh, dank u. Mooie foto. Ja, recht in de mens kijken. Die blijven gewoon staan. Zalig. Niet aanrijden, hè. Niet te dicht achter, hè, want die zijn bang. Zie daar. Ja, daar zitten er ook. Dat is een kleintje. Oh, dat is cute, hè? Kom maar, kijk hier. Kom maar, rustig. Kom maar op straat. Oh, wow. Amai, prachtig, hè? Uiteindelijk geraken we toch nog in het Nationaal Park Fulufjellet. Het is een hele tour dat we kunnen doen. Zo. Tot aan de waterval en dan langs een andere weg terug. Oh, gaan we dat tourje doen? Nee. Ja, tuurlijk wel gaan we dat tourje doen. 4 kilometer.
Rond Lofsdalen liggen enkele van de mooiste nationale parken van Zweden. Fluvfjället is een ongerepte wildernis van bossen, meren en bergen. Hier wonen rendieren en elanden, maar ook beren, wolven, linksen en veel vraten. 140 kilometer gemarkeerde wandelroutes laat je de hele omgeving ontdekken. Dat is mooi, hè? Kijk, joh. Oh, kijk. Hoeveel meter zou dat zijn, Dries? 60? Bijna, Dries. De Njupeskar is 93 meter hoog en de hoogste waterval van Zweden. 1, 2, 3. Zwanenpaté! We rijden terug naar Lofsdalen, want vlak bij onze blokhut liggen de skipistes. Welkom to Lofsdalen Bike Park. We gaan do some downhill racing today. And I think the most important, your pedals. Pedals flat, not one foot down. And always stand up. Remmen, remmen, remmen. In de vinger, hè? Ja. Here we got bounce. Dat is een bounce. Goed kijken. And we go for a stop. 1, 2, 3, bounce. En een non-stop. Ja, dat is goed, maar die gaat achteruit, zo. Op de skipistes worden in de zomer downhill trajecten aangelegd. En net zoals bij het skiën wordt de moeilijkheidsgraad aangeduid met een kleur. Wij beginnen met de groene route. So, let's go! En dan wagen Marie en ik ons op de blauwe piste, een niveautje hoger. Een weekje in de blokhut in de prachtige natuur van Midden-Zweden. Het is voorbij gevlogen. Op de goede vakantie. Hè? Op de goede vakantie, ja. Mannen, mannen, mannen. Santé. Nu ben ik eens benieuwd. Wat vond het leukste? Downhillbiken, ja. Geloof ik dat je dat leuk vond. Ik heb pauskriek gehad, hè. Toen ik je naar beneden zag gaan, ik dacht van, oh my god. Daarna voelde ik eigenlijk wel meer. Ik ben wel blij dat ik het niet gezien heb. Wat vond jij het leukste? Het vliegvissen. Het vliegvissen? Ja, dat was plezant. Je wordt daar rustig van, hè. En wat vond jij nu eigenlijk het leukste? Ik was nogal onder de indruk van de dieren die we gezien hebben. Die rendieren, zo schattig vlak voor en zo de auto. Indrukwekkend. Alhoewel, als ik mocht kiezen, zou ik nog eens gaan kanovaren, denk ik. Als je op dat water zit, je wordt echt opgeslorpt in die natuur. En om 's middags zo'n houthakkerspannenkoek te maken. Dat was goed. En worstjes schillen. Maar dat gaan we nu nog doen, hè? Jij gaat ook nog nu worstjes schillen. Ik ga een stok zoeken. Ik zal er een punt aan slijpen. Ik heb er alleen. En dan kun je het boven vuur houden. Wow, dat was vooruitziend. Dat was vooruitziend. Je hebt alleen. Hè? Je hebt al een stok. Alright. Meer informatie en extra filmpjes vind je op 1.be/Vlaanderen Vakantieland.